Mijn naam is Theo Scheers. Ik ben werkzaam bij adviesbureau Peuts als akoestisch adviseur en de laatste 20 jaar als hoofd van het laboratorium voor akoestiek. Nagelm kun je zien, stel je voor je zit in een ruimte, je hebt een bron en je hebt een ontvanger. Die bron die laat een ballonnetje knallen. Dan gaat er een puls met een snelheid van 340 meter per seconde. Gaat dat geluid van bron naar ontvanger. Dus na verloop van tijd komt die aan bij de ontvanger. Maar in een ruimte is het niet alleen het directe geluid, maar die bron die straalt in alle richtingen geluid uit. Dus dat reflecteert bijvoorbeeld tegen een wand en komt dus iets later aan bij de ontvanger. Die reflectie op die wand, dat wordt bepaald in welke mate dat voorzien is van een geluidabsorberend materiaal. Als die wand heel hard en vlak is, zal alles gereflecteerd worden. Dus bij de ontvanger komen dan in de loop van de tijd steeds later komen de reflecties aan. Elke frequentie heeft zijn eigen nagelmtijd. Er is niet één nagelmtijd die voor alle frequenties hetzelfde is. De nagelmtijd in een ruimte die kun je meten en analyseren voor elke frequenties van de lage tonen 50 hertz tot en met de hoge tonen 5000 hertz. Elke frequentie kent zijn eigen nagelmtijd. Verkort de nagelmtijd door absorptiemateriaal aan te brengen. Daarvoor heeft Sabin het nodige onderzoek gedaan en een formule neergelegd waar we nog dagelijks gebruik van maken. De nagelmtijd is gelijk aan volume gedeeld door 6 keer de hoeveelheid absorptie. Dus in die formule zie je onmiddellijk wat de relatie is tussen nagelmtijd, volume en de hoeveelheid absorptie. Dus de enige manier om de nagelmtijd te verkorten bij een gegeven volume is het toevoegen van de totale hoeveelheid absorptiemateriaal. Stel, we hebben een ruimte van 600 kub. En het is een ruimte die geschikt moet zijn voor spraak. Dus we willen de nagelmtijd maximaliseren op 1 seconde. Dan blijkt uit de formule van Sabin dat we daar 600 gedeeld door 6 keer. En dan is het antwoord, we hebben 100 vierkante meter absorptie in die ruimte nodig om die nagelmtijd te realiseren. Die totale hoeveelheid van 100 vierkante meter absorptie, die kan dus gevonden worden dus door het toepassen van geluidabsorberende materialen aangebracht in die ruimte op wanden en op plafond.